We staan hier voor de ingang van Stalen Monsters. Stalen Monsters is een van de meest populaire attracties in ons museum. 15 jaar oud alweer en daarom was hij nu toe aan een groot onderhoud. We zijn vandaag aan het herinrichten. Hier waar we staan, dat is de wachtrij voor de ride. En dat is eigenlijk vormgegeven als een rommelzolder met allemaal spullen. En wat we nu aan het doen zijn, zijn 10 objecten aan het plaatsen. Die allemaal hun eigen plekje krijgen. En die een rol gaan spelen in de quiz die mensen straks kunnen gaan spelen. Ik sta nu bij een hele zware kist. Echt een ongelooflijk zwaar object. En die gaan we zo meteen een plek geven. Ik ga natuurlijk nog niet vertellen bij welk beroep die hoort, want dat kun je uitzoeken als je de quiz hier komt spelen. Dan kom je erachter welk spoorberoep deze kist gebruikte. We geven alle 10 de objecten een plek op zolder. En op die plek komen wat meer objecten over dat specifieke beroep. Dus we hebben eigenlijk een aantal plekken op zolder waar we aandacht besteden aan verschillende spoorberoepen. Ja, de mensen die het museum kennen, die kennen dit stoplicht ook wel. Want normaal als je de Stalen Monsters ingaat en in de wachtrij staat, kom je uiteindelijk hier terecht. Seintje op wit betekent doorlopen en dan mag je eindelijk de attractie in. En dan kom je ook in deze ruimte terecht. En normaal gebeurt hier eigenlijk niks. Is het gewoon eventjes spannend voordat je verder mag. Maar nu gaan we echt wezenlijk iets veranderen hier. Er komt op een groot scherm een nieuwe animatie. De animatie zal de brug zijn tussen de zolder en de attractie waar je daarna in gaat. Het is een album, een fotoalbum, waarbij we beginnen bij de meest moderne foto's van de spoorwegmensen die nu aan het spoor werken. En dan bladeren we terug in de tijd naar de beroepen van vroeger. En waarom gaan we dan terug in de tijd? Nou, dat heeft alles te maken met de ride. Want daar gaan we terug naar het stoomtijdperk. En dat zie je eigenlijk hier. Nou, we kunnen er niet helemaal langs, want er wordt keihard gewerkt natuurlijk. Maar daar staan de karretjes klaar om ons terug te brengen naar het stoomtijdperk. Dinsdag 8 december gaat Stalen Monsters weer open. En we zijn heel benieuwd om te zien wat onze bezoekers er dan van vinden.